Het blijven produceren van een eigen Surinaamse literatuur is belangrijk voor de ontwikkeling van de kunst- en cultuursector van Suriname. Daarom organiseert Schrijversgroep 77 elke derde woensdag van de maand een themaavond, waarbij er verschillende Surinaamse boeken worden tentoongesteld. Voorzitter Robbie Rappaparabiersing zegt dat met het schrijven van deze boeken het ook de bedoeling is om de onderlinge liefde in Suriname beter op gang te brengen. Maar dat wat op papier wordt geproduceerd, dat blijft en dat gaat nu, vooral als het een doel heeft om kinderen iets bij te leren, iets positiefs te leren, ook met een kritische noot, dat gaat blijven en dat gaat hopelijk de generatie die nu opgroeit begeleiden naar volwassenschap, want dat hebben we hard nodig. Ja toch? Wat dingen die zijn gebeurd de afgelopen tijden laten zien dat er meer begeleiding nodig is van onze jongeren, ook van de ouderen, maar zeer zeker van de jongeren. En dat kan je, een van de beste manieren is om dat via het boek, ook via muziek, ook via toneel, ook via de film, maar het boek is, blijft ook de basis van waaruit die andere kunsten zijn ontstaan. Rappa geeft aan dat het voornaamste doel van de schrijvers is om onderlinge rust en vrede te verspreiden. Er zullen wel eens meningsverschillen zijn, maar de kunst ligt in de verzoening. Het blijft, jongens, we moeten meer respect hebben voor ons als mens, als natuur. Dit land beter liefhebben, want dit blijft voor mij het beste land ter wereld. Dat wij er hier en daar soms een puinhoop van maken, dat is niet de schuld van dat land. Dat is de schuld van, helaas, van ons. En wij moeten daar nou verandering gaan inbrengen, want if we pora konden, we poren juicerevi. Want man trak konden, no def gotang. If you want go, we go roken, want trak konden. Mag, je mag je gaan onderuiteren, gaan studeren, maar eens gaat je terugkomen naar die basis en die neem je altijd mee, waar je ook ter wereld gaat. Ga je gevestigen op de maan of op planeet Mars, je zegt dat ik moet voor Sernang, je takatongen van kunderen, je spreekt zoals wij hier zijn, je eet en drinkt en bent goed met elkaar. Wat doe je op die natuurlijk heb je de beste familie, maar je weet, families blijven, maar families geven, maar families blijven. Want dat is de enige band die we hebben met elkaar. De schrijver geeft mee dat de verzoening onder het Surinaamse volk zo snel als mogelijk op gang moet komen. We moeten nu het roer wel gaan omgooien, want we koersen in de verkeerde richting, aldus Rappa.